De prijs met de langste geschiedenis is de koninklijke subsidie voor de vrije schilderkunst. In 1871 werd deze door koning Willem III in het leven geroepen. Vandaag de dag wordt de prijs door koningin Beatrix uitgereikt. De subsidie vormt nog altijd een aanmoedigingsprijs voor jong talent. Bij de uitreiking wordt een tentoonstelling georganiseerd en een catalogus uitgegeven. De winnende schilderijen worden tegen de achtergrond van het paleis gepresenteerd. Net als de prinsen is de koningin persoonlijk verbonden met de prijs die ze uitreikt. Dit vanwege haar liefde voor moderne kunst.